Sterren van hier. Talent uit de regio. Mooi zo. Hallo, ik ben Frans de Schrijver. Ik ben woonachtig in Iddergem, in de volksmond en in de dagelijkse omgangstaal ook wel gekend, of beter gekend, als Eregem. Ik ben al decennia lang bezig met muziek, in het bijzonder met Nederlandstalige muziek, kleinkunstmuziek en aanverwant dialectmuziek. Wouden onder schieven en liege kornissen, nog een lood en dronken op gemaksgestoten pissen, twee draavier wolfcafés, de voetbal en de kosjers, dovenbond en stamcafé, der lustige belotters. In dat verband ben ik auteur, componist en uitvoerder van een aantal zelfgeschreven liedjes en die zijn neergelegd, opgenomen in een drietal full cd's. Kom eens knal te gouder en luister naar die lied. Het is van tovenaars, maar zeg je weet je niet. Dat je ze biedt verandert in een prinsje of in zepjet. Pas er toch maar op van het fenomen van onze stijl. Nu, de jongste cd, dat is een verzamelaar. Een verzamelaar van dialectliedjes die in de laatste jaren zijn bijeengeschreven, waarvan een aantal al uitgebracht zijn op vinyl ooit en op cassette. Nu was de gedachte van, we moeten die liedjes toch eens verzamelen. En dat is dan gebeurd onder de titel van Tovenaarsliedjes. En daarmee wordt er verwezen naar de roepnaam, naar de spotnaam van de mensen van mijn dorp, naar de mensen van Eregem. Die worden namelijk de tovenaars genoemd. Er groeit een boom in mijn gedachten en onder het lommer was een blad. En Eregem wordt daarbij het tovenaarsdorp genoemd. Het dialect dat hier wordt gesproken is het tovenaarsdialect. En de link van de dialectliedjes wijst in dit verband dus naar de tovenaarsliedjes gezongen in het Eregemse tovenaarsdialect. Ik zou willen sterven op mijn zondagachternoon. Bij de opname, ik speel natuurlijk zelf gitaar, maar niet zodanig goed dat dat goed genoeg is om in de studio opgenomen te worden. Ik laat me daarin bijstaan door een aantal mensen, door een aantal studiomuzikanten, gerenommeerde muzikanten, die al een streven verdiend hebben in andere podia, onder andere bij leidingsband Johan Vermiddelen van Clouseau. Ik laat me daarbij ook bijstaan door een vriend van mij, Bram van den Bergen, gekend als gewaardeerd gitarist van Bram en Lennart, die de laatste liedjes hier en daar heeft erin gespeeld. Nu, de inspiratie voor mijn liedjes, voor de inspiratiebron, voor de liedjesteksten, die vind ik in mijn directe omgeving. Zo zijn er liedjes over ons dorp, is er een tovenaarslied, zo tovenaarsdorp. Zijn er liedjes over mijn ouders, mijn grootouders, over een straatmuzikant hier uit de regio. Een straatmuzikant van de bovenste plank, me leek is van liefde en hout. Dat betekent niet omdat alle liedjes een lokaal karakter hebben, dat ze ook niet herkenbaar zouden zijn voor mensen van andere dorpen. In dit verband heeft het dan een beetje een universeel karakter, als ik het zo mag zeggen. Nu, de sfeer van de liedjes, die laden allemaal in een sfeer van volksvermaak, van nostalgie, van intimiteit en dergelijke meer. Je komt binnen, al dacht er deer en nonk, me spul dat hegen, de zetel in de kamer ook, knik gooiende. Mensen die graag dialectliedjes horen of Nederlandstalige liedjes en die interesse hebben, die cd is uitgegeven in eigen beheer en die kan bekomen worden aan 10 eurotjes bij mijzelf. Gemakkelijk hetzelfde gaat het dan via een mailadres frans.de.schrijver1@telenet.be.